We hebben fantastische wetenschappers. Antonie van Leeuwen. Ja, Anthony van Leeuwen. Ja. We hebben trouwens ook een maximaal kinderziekenhuis. We hebben, Nederland heeft een geweldige berg goede wetenschappers. Hè, die de hele dag lastig gevallen worden door de bureaucratie die wij de macht hebben gegeven met z'n allen. Want wij zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar die wetenschappers, die moet je ook sturen. Dus ik ben heel dicht tegen mijn twee professoren aangekomen. Dat zijn vrienden van me geworden. En ik heb gezorgd dat... Ja, dat ze bereid waren om dingen te doen die, ja, waar ik in, in dit geval de eerste was met mijn type melanoom die zo behandeld is.